Louis, Bax en Pepper. Weten jullie wat we gaan doen vandaag? We gaan vandaag schaatsen. Gaan jullie mee? Wauw! In die grote tent is een echte ijsbaan. Zullen we snel gaan kijken of we daar kunnen gaan schaatsen? Kom mee! Als je gaat schaatsen, moet je je natuurlijk wel warm aankleden. Bax en Pepper gaan kijken en Toby gaat leren schaatsen. Kleed je maar snel warm aan, Toby. Heel goed, de handschoenen heb je al. Wat nog meer? Een sjaal. Hey Toby, heb je nou alles aan? Nee, je moet natuurlijk nog een muts. Heel goed. Je hebt je handschoenen, een sjaal en een warme muts. Nu heb je alleen nog schaatsen nodig. Er zijn heel veel soorten schaatsen. Schaatsen zijn eigenlijk een soort schoenen met scherpe ijzers eronder, zodat je goed over het ijs kan glijden. Je hebt hele kleine schaatsen en natuurlijk ook hele grote. Kies jij maar de goede maat voor jezelf uit, Toby. Ja, die zijn goed. Trek ze maar snel aan. Wauw, die zitten goed. Je bent nu helemaal klaar om te gaan schaatsen. Ga maar voorzichtig het ijs op. Gebruik maar een stoel, dan kan je niet zo snel vallen. Wauw, Toby, dat gaat al goed. Maar, Toby, wat doe je nou? Je gaat zonder stoel verder. Maar Toby, wat kan jij al goed schaatsen, zeg? Bax en Pepper stappen voorzichtig het ijs op, zodat Toby rondjes om ze heen kan schaatsen. Dat ziet er gezellig uit. Oh nee, Toby, wat gebeurt er nou? Oh, je bent gevallen. Gelukkig deed het geen pijn, hè, Toby? Kom maar voorzichtig van het ijs af. Dat schaatsen was leuk, zeg. Maar Toby, Bax en Pepper, weet je wat we nog meer kunnen doen? Een sneeuwpop maken. Kom gauw mee. Toby, Bax en Pepper, wat was dat een leuke dag vandaag. En we hebben een hele mooie sneeuwpop gemaakt. En Toby, wat kan jij goed schaatsen, zeg. Maar het is wel echt tijd om dag te zeggen. Zullen we zwaaien? Dag, Toby. Dag, Pepper. Dag, Bax de Beer. Tot de volgende keer.